We zien een geweldige verschuiving plaatsvinden van beperkte biologische vermogens van de mens naar de niet-biologische component van onze intelligentie. En daarvoor heeft met name de toenemende capaciteit van computers hebben daarvoor zorg gedragen. We zien dan ook dat er een paradigmaverschuiving plaatsvindt van de alwetende mens, de Homo sapiens, naar de Robo sapiens, de alwetende robot. Wij menen dat de economische wetenschap te weinig gericht is op de toekomst. En wij hebben getracht om in ons boek daar in die leemte te voorzien. Nou, we zien natuurlijk een geweldige productiviteitsstijging. Dat lijkt gunstig voor de mensheid, maar er wordt toch ook getwijfeld aan de vraag wat gebeurt er met de werkgelegenheid, wat gebeurt er met onze lonen. En daar heeft de economische wetenschap wel een paar verstandige dingen over te zeggen. Het gaat erover dat het saldo van twee effecten worden de mens vervangen door machines, dat is het bekende substitutie-effect, of heeft de mens en de machine gaan die samenwerken, complementariteit. En mede wordt, zelfs als de mens inefficiënter zou zijn op alle fronten dan een computer, dan nog is er volgens de economische wetenschap een reden om dat in bepaalde sectoren de mens wel degelijk werk kan blijven vinden. Dat is het theorema van comparatief voordeel, zoals wij dat altijd aan onze studenten hebben uitgelegd. Is kunstmatige intelligentie ook gevaarlijk? Nou, wordt gedacht aan zelfreplicerende autonome robots die misschien alle materie van de aarde zouden kunnen opslorpen. En dat is een science fiction verhaal. Het is natuurlijk wel zo dat er eventueel een bedreiging kan plaatsvinden van AI. Maar er is een bedreiging die eigenlijk veel groter is, waar we ons meer zorgen over moeten maken. En dat is kernenergie en dat is kernwapens. En waar het er in feite over gaat, is dat er een vriendelijk AI-systeem moet worden opgezet dat de mensheid als geheel profijt bezorgt. En daar zijn wel gedachten over, maar die zijn nog niet ver genoeg ontwikkeld. Er is nog weinig zekerheid over of dat inderdaad in de toekomst zijn beslag zal krijgen. Waar ligt dan de grens wat een robot wel en niet kan gaan doen? Waar een grens ligt, ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Waar een grens ligt. Kijk, op het ogenblik zijn we al heel ver. We zien dat AI doorgecijpeld is in allerlei toepassingen. Ik denk bijvoorbeeld aan ruimtevaart, NASA. Ik denk aan allerlei spelprogramma's. Ik denk aan artificiële humor, aan artificiële muziek, aan artificiële literatuur. En ik denk zelfs aan artificiële stupiditeit. Dat wil zeggen dat er met opzet fouten worden geprogrammeerd in computerprogramma's om maar aan te geven dat die robots ook een menselijke trekken hebben. Ja. En die robots die kunnen ook al bepaalde emoties uitdrukken. Ik denk bijvoorbeeld aan een bepaalde robot die zich heel bedroefd, een heel droeve uitdrukking heeft op zijn gezicht, terwijl als hij alleen is, terwijl hij glimlacht als hij mensen in zijn omgeving waarneemt. Ja. Dus ik denk dat dat,